Alexander en Filemon, dit is een meeuw. En de vraag is, hoe kunnen meeuwen zo mooi zweven? Boven de duinen, zonder neer te storten. Dus ze flapperen niet, ze zweven echt op deze prachtige manier. A. Ze maken gebruik van thermiek, dat is opstijgende warme lucht. B. Ze vliegen schuin tegen de wind in, waardoor ze als een vliegtuig omhoog gedrukt worden. Of C. Ze drijven op een windstroom die afbuigt naar boven nadat hij tegen de duinen is opgebotst. Wind gaat tegen de duinen, vliegt omhoog, meeuw profiteert daarvan. Wat is het antwoord? Drukken maar. waarom ga je voor C? Ja, het klinkt, het is heel te logisch, maar misschien is het te logisch. Maar ja, thermiek komt volgens mij alleen boven zee voor. Of in ieder geval op grotere hoogtes. En ja, ik denk dat B nog voor de hand liggender is. En ik zie dat ook nog wel, duin is natuurlijk bollend. Dus als die wind van onder komt, dan gaat die, stuwt hij omhoog natuurlijk. Kan je je daarmee akkoord verklaren? Je moet wel, want je hebt C gedrukt. Ja, ja, want volgens mij als er warme lucht omhoog gaat, volgens mij is het altijd boven water. Juist niet boven land. Het meeuwzweefgevoel, ja. Ik ben het even gaan aan de lijve ondervinden, want het was een dag. Toevallig, Dolores Lewin was verhinderd. En ik heb zelf het echte Dolores Lewin gevoel mogen hebben samen met Koos de Keizer. En dat is de Nederlandse kampioen zeilvliegen. Hij kan ruim 7 uur in de lucht zweven zonder tussenlanding. We kijken. Lieve hulp. Dit gaat snel. Maar hoe kan het dat wij hier zomaar hangen te zweven zonder met onze vleugels te klapperen? Dat komt door thermiek, door stijgende warme lucht. En is die stijgende warme lucht overal gelijk? Helemaal niet, hè? Nee, soms zit die daar, soms niet. We gaan nu bijvoorbeeld boven een dorp hangen. Heb je daar goede thermiek? Ja, want die zon warmt zo'n plaatsje meer op dan een grasveld. Dus er komt meer warme lucht vandaan. Zijn er nog plekken waar je meer thermiek hebt? Ja. Als er een donker veld is, het geploegd is, dat is donker, wordt sneller warm, sneller dan gras. Dus daar kan dan warme lucht vandaan komen. Vogels maken die daar ook gebruik van? Ja, vogels die zie je soms ook draaien. Dan weet je nou, daar gaat het omhoog. En als je zo een vogel ziet, nou, dan ga je daar natuurlijk snel heen. Oh, dan kan je gewoon kopiëren, ja. Ja. Zee, en die meeuwen die boven de duinen vliegen, die gebruiken nog andere trucjes ook, hè? Ja. Als de wind tegen duin of berg aanwaait, dan moet hij wel omhoog. Ga je daar vliegen, ga je zelf ook omhoog. Mooi! De wereld lijkt heel mooi vanuit de lucht zweven. Ja. Oh, nu gaan we toch wel snel. Hey. Dit is een zachte landing. Zo zacht heb je ze niet hoor, op Schiphol, de landingen. Nee, dat is een goede landing, hè? Fantastisch. Ja. Echt een buiklanding. Echt een leuk gevoel. Ja. Bedankt, Koos. Voor het vluchtje en voor de toelichting. Koos de Keizer. En het meeuwgevoel. En hij heeft eigenlijk het antwoord een beetje gezegd. Dus zeer gefeliciteerd. Want het blijkt C te zijn. Maar Bas de Vieze, hoe komt dat? Wat is precies het idee? Het is inderdaad zo. Heel veel mensen denken dat meeuwen gebruik maken van thermiek. En dat kunnen ze ook wel. Ja. Dat kunnen ze ook wel. Ze blijven niet alleen in de lucht door wind tegen de duinen. Maar als je op een windige dag op het strand bent en je let er eens op, dan zul je zien dat als de wind uit zee komt, wat hier in Nederland bijna altijd komt, en dan zie je het vaak, dat die meeuwen allemaal op dezelfde hoogte langs de rand van de duinen zweven. En dat doen ze precies op die wind. Dus je doet allebei goed. Die tegen de duinen aanbotst en dan omhoog worden afgebogen. En dat geval dus als de meeuwen voor de duinen langs de hele tijd langs blijven zweven, dan doen ze het zo. Het juiste antwoord is C en jullie hadden het allebei perfect. Dus Filemon scoort en Sander heeft zelfs 3 punten. 1 voor Filemon, 3 voor Sander.